Een luidruchtige kabaal. De Bijbeltekst wordt gehaald uit Efeziërs 4 vers 13. Efeziërs 4 vers 13 zegt: dit werk moet doorgaan totdat we allemaal verenigd zijn in hetzelfde geloof en in dezelfde kennis over de Zoon van God. Het verhaal. Oké, allemaal, riep meneer Albert, terwijl hij het stokje in de lucht hief. Laten we spelen. Hij bracht zijn hand naar beneden en we speelden allemaal onze eerste noot. Op dat moment realiseerden we ons allemaal dat er iets vreselijk mis was. Normaal gesproken klinken gewoonlijk prachtige harmonieën van de klarinetten en de fluiten en de krachtige melodieën van de trompetten en trombones. Maar het geluid in de oefenruimte van onze kerk was verschrikkelijk. Het deed pijn aan mijn oren en deed mijn neus rimpelen. En ik kneep mijn ogen dicht, maar ik speelde mijn noten correct. Wat was er nou mis? Iedereen deed dat ook. Iedereen speelde de noten correct. Waarom was de muziek zo vreselijk? Meneer Albert zwaaide met zijn hand zodat we moesten stoppen. Dus, wat vind je van onze nieuwe nummer? Vroeg hij. De leden schudden hun hoofd alsof ze hun hersenen wilden zuiveren van de pijnlijke geluiden. En zeiden dat was geen muziek. Geen muziek. Het was één groot kabaal. Onze leider, meneer Albert, glimlachte. Je hebt gelijk. En je vraagt je waarschijnlijk af waarom. We knikten allemaal. Toen zei hij, vorige week, de predikant hield een preek over eenheid. Hoe we samen zouden moeten komen om de Heilige Geest te helpen om zielen te redden. Maar we speelden toch allemaal samen onze instrumenten, riep ik. Het werkte nog steeds niet. Meneer Albert glimlachte. Dat is omdat ik jullie allemaal een ander nummer heb gegeven om te spelen. Ik wilde dat je leerde hoe het klinkt als muzikanten niet samenwerken vanuit dezelfde muziek. Nou, draai gewoon nu even je pagina om. En je vindt een nieuwe nummer dat ik voor ons heb geschreven. Het wordt De Bijbel in mijn hart genoemd. Zo heet de nummer. Nou, deze keer, toen we speelden, waren de harmonieën en melodieën perfect. Waarom? Omdat we allemaal van dezelfde muziek lazen en het was prachtig. Evenzo komt harmonie in de kerk tot stand wanneer we allemaal verenigd zijn in het lichaam van Jezus Christus. Ook al zijn we samengesteld uit mensen uit verschillende landen, talen en culturen, we zijn gelijk in Christus. Hoe we eruit zien en hoe we klinken maakt niet uit. We zijn allemaal kinderen van dezelfde hemelse Vader. We verenigen ons als één om de hoop op redding met anderen te delen. Welke punten kunnen we leren uit dit verhaal? Geloofspunt nummer 14 van de Adventkerk benadrukt de volgende punten. Punt 1. De kerk is een lichaam met veel leden uit elke natie, taal en volk. Als we verenigd zijn als één in Jezus, laten we de wereld Jezus zien. Hoe Jezus onzelfzuchtige liefde heeft voor iedereen. Dat wordt gehaald uit Johannes 17, vers 20 tot 23. Punt 2. Jezus wil dat we eenheid van geest hebben, eenheid van oordeel en eenheid van actie. Dat vinden wij in Romeinen hoofdstuk 15, vers 5 en 6 en 2 Korintiërs hoofdstuk 13, vers 11. Punt nummer 3. Als één lichaam in Christus delen we hetzelfde geloof en dezelfde hoop en dezelfde missie om het goede nieuws van liefde met iedereen te delen. Dat lezen wij in Efeziërs hoofdstuk 4 vers 4 tot en met 6. Punt nummer 4. Door onze eenheid in de kerk zullen we het meest effectief zijn in het getuigen van Jezus.
En nu een vraag aan jullie. Jezus vraagt ons om een onmogelijke taak te doen om allerlei soorten mensen overal ter wereld lief te hebben. Kan jij dat ook wel? Welke stappen kun je nemen om goed op te kunnen schieten met klasgenoten, familieleden en mensen die anders zijn? Opdracht. Teken een leuke kaart en schrijf iets leuks en geef het aan 5 klasgenoten of kerkvrienden uit een andere cultuur of die een andere taal spreekt.